Philippe Mationi, misschien wel de enige Fransoos met een Venlose tongval en met een enorme voorliefde voor knoflook, werkte in verschillende restaurants in onze regio, maar werd pas echt bekend door zijn restaurants op de Steenstraat en de Parade. Hij sloot in 2015 na bijna 32 jaar de deuren van zijn Chez Philippe. Samen met Philippe gaan we een kijkje nemen in de keuken van 8 collega-chefs in onze gemeente. Vandaag, we zijn bij de Zoepkoelen. We gaan naar het restaurant Cabillio. Walter, een van de jongste chef-kok van Venlo, gaat iets voor ons bereiken. Allez, on y va. Hij reisde vanaf zijn 25ste het hele land door om te werken bij 1- en 2-sterrenzaken zoals het Amsterdammetje en het Nonnetje. Hij leerde zijn vriendin kennen tijdens de Boerenbroelhof in Venlo en die haalde hem dan weer over om terug te komen naar zijn geboortestad, waar hij bij restaurant Valois ging werken. Sinds 2019 staat hij aan het roer van restaurant Cabillo. Onze chef-kok van vandaag, Wouter Verheijen. Wouter, hoe is het, jongen? Philippe, hartstikke goed. Wat leuk dat ik jou hier mag ontvangen. Dat is lang geleden. Hey, heel lang geleden, ja. Regel. Nou, vandaag we zijn bij Wouter. Wouter is bij mij een bepaalde prik. Jonge chef-kok in Venlo. Die heeft iets voor ons verzonnen wat makkelijk thuis te maken is. En die gaat voor jullie uitleggen wat de bedoeling is. Wouter, wat heb je gedacht? Nou, we gaan met de mooie seizoensproducten werken. We gaan een aspergesalade maken. Wat de asperge linten gemarineerd. Uh-huh. Wat gewokte asperge, groen en wit. Daarbij garnalen in knoflook. Daar mag jij mij een lesje in geven. Een spannende Aziatische dressing. En een kletskopje van sesam en sambal. Voor een pittigheidje en een krokant item in de salade. Ja. Dat is leuk om te zien, die krokant. Ja. Een krokant blijkt altijd moeilijk te maken. Het is heel eenvoudig. Een paar minuten in de oven. Klaar. Wat dan? De knoflookje, alsjeblieft. Zou jij de knoflook schoon willen maken en de garnalen willen ontdarmen? Dat darmpje dat moet er mooi uit, want dat wil je absoluut niet terugvinden in je gerecht. Ja, goed, dus zo. Ja, wil jij daarmee beginnen, Philippe? Nee, ik begin. Ik ga zo laten zien hoe we het deeg van de kletskoppen maken. Voor de kletskopjes heb je eigenlijk maar 6 ingrediënten nodig. We hebben een klein beetje zachte boter, sesamzaadjes, witte basterdsuiker, een klein beetje water, een eetlepeltje ongeveer, bloem en een lepeltje sambal. Al deze ingrediënten kunnen tegelijk gemengd worden, totdat er een mooi homogeen deegje ontstaat. Boter op temperatuur, denk ik, hè? De boter, ja, is op temperatuur. Ja. En dit is gewoon met de hand even door te kneden. Dat kost een paar minuutjes, maar je merkt vanzelf dat de boter en het water ervoor gaan zorgen dat je een mooi, soepel, zacht deegje gaat krijgen. Dan 3-4 teen knoflook is genoeg? 4 teentjes, ja, dat is genoeg. Dat is genoeg. Maar nog één. Ik vind het wel leuk dat de rollen nu een keer zijn omgedraaid, Philippe. Het is toch een ruime 10 jaar geleden dat ik bij jou in de keuken mocht staan. Ah, vind ik toch te gek. Zo laat begon met kookbellen thuis, natuurlijk culinair opgelegen. Met papa, met de wijn en de maaltijd. En nog niet eens 8 jaar later, je bent chef-kok geworden. Dat is best vlug. Dat is erg snel. Dat is heel snel gegaan. Ja, het is gewoon ontzettend leuk om met Philippe samen te werken. Philippe heeft toch een cultstatus in de Venlo. En ik kwam daar als klein kind om daar met mijn ouders uit eten te gaan. En Philippe heeft wat dat betreft een stevige hand gehad in mijn culinaire opvoeding. Ja, en dat je dan op dit moment als chef samen met hem de keuken in kan. Ja, dat is ontzettend leuk. Dat is geweldig. Het is heel mooi dat je dan nu in je eigen stadje, het stadje van Lol en Plezier, hier op zo'n mooie locatie je stempel mag gaan drukken. Vertel maar wat. Ik ben nu een paar minuten aan het kneden en je ziet dat het langzaam een mooi soepel deegje geworden is. Wat je vervolgens doet, is een bakpapiertje op een ovenplateau of in een ovenschaal leggen. En daar ga je het deeg over verdelen. Kleine balletjes. Een centimetertje of 2 in doorsneden. Even rollen. Dan lichtjes plat drukken. En op het bakpapier.
Doordat hier veel boter in het beslag zit, gaat dit vloeien. Het gaat uitlopen. Dus zorg ervoor dat je tussen de balletjes deeg een centimeter of 5 ruimte houdt. De kletskopjes gaan nu de oven in. De oven kan op 180 graden hete lucht. En dan gaan we ze 7 minuutjes afbakken. Voilà. Is dat niet moeilijk? Hele makkelijke recepten. Et op zich is dat een totaal andere smaak kunnen geven. Het principe is meer de boter, de bloemen. Daarna is dat een andere smaak kunnen geven. Ja, zeker. Je kunt de sambal kun je vervangen. De sesam zou je kunnen vervangen door noten bijvoorbeeld. Ja. De sambal kun je vervangen door een zoete smaak of een hartige smaak, omdat je hem in een voorgerechtje wil. Ik zie dat jij al redelijk klaar bent. Zullen wij de garnalen gaan bakken en de asperges gaan bakken? Dat kan. Ja, ik vind het leuk misschien uit te leggen voor thuis. Als je thuis voor 4 man scampi bakken. Meestal doen we hier de scampi eventjes 1 tegelijk in de pannen. De eerste scampi is gaar en de laatste wat je erin is nog niet gaar. Dus vind ik vaak makkelijk als je zo op een bord doet. Gewoon rangeren, starretjes straks. Je doet zo in de pan om 1 keer 4 personen scampi. Kleine truc, kleine truc. Hier Walter, de scampi. Merci. Heb je de knoflook ook gesneden voordat wij? Dat ruikt al lekker, weet je het? Scampi zonder knoflook, dat kan bijna niet. Beetje grof. Lekker. Zou jij ondertussen van de asperges wat dunne linten willen schaven, zowel van de groene als van de witte. Ja. Een 2 snij misschien? Ja, of dat kan. Of hele? Ja. Nee, snij maar in 2. Dat eet makkelijk. Dan heb je niet de hele lange linten. Ondertussen gaan wij een aantal items even bakken. Zo, we gaan beginnen met het bakken van de scampi. Eerst gaan we heel even voorzichtig de knoflook aanfruiten in een klein beetje zonnebloemolie. Belangrijk is dat je die knoflook niet laat verbranden. Zodra deze bruin of zwart gaat worden, ga je hele bittere smaken krijgen. Zorg dat deze lichtjes kleurt, maar niet verbrandt. De geuren die er vanaf komen, heerlijk. Dit doet mij echt terugdenken aan jouw restaurant, Philippe. Die heerlijke knoflookgeuren. Ja, ik ruik nog eens. Ja, dat... Nou, ik heb mijn naam gekweken. De knoflook begint aan de randen lichtjes te bruinen. Dat is het teken dat het goed is. Zoals Philippe zei, in één keer de garnalen erin. Dat is vaak zo, hè. Nee, geen evenementen dit jaar en dat is bijzonder jammer, want met Lekker Venlo had ik graag wat mooie streekproducten gepresenteerd in een mijn jasje. Ik heb een manier van lamsnek garen waar ik zelf heel erg fan van ben. Dat zou een van de gerechten zijn geweest die ze daar hadden kunnen proeven, een lamsnek met asperges. Dan gaan we nu de asperges bakken. De olie even goed heet laten worden, want wat we willen is dat de asperges mooi karamelliseren. Van buiten goed die roasting smaak krijgen, maar dat ze van binnen eigenlijk tegen het rauwe aanzetten, zodat ze mooi knapperig blijven. De pan is goed heet. Daar gaan de asperges in. Maar even mooi laten bakken. Op smaak brengen met een beetje zout. Nou ja, nu ik veel thuis ben, vindt vooral mijn vriendin fijn. Wij koken altijd graag samen. Het liefste maken wij dingen van scratch zelf. En we hebben wel een voorliefde voor de Aziatische keuken in al zijn diversiteit. Dus echt het ontdekken van smaken die we nu eigenlijk nog niet kennen. We maken alles zelf. We hebben laatst ravioli's gemaakt, zelf pasta maken. Wat dimsums gevouwen, goiza's gevouwen. Dus het gaat er vooral om dat we samen koken en dat we het zelf maken. Zodat we er ook samen van kunnen genieten, gezellig. Kijk.
Hier hebben we de kletskoppen. Door het hoge suikergehalte in het recept zijn ze zacht. Doordat je ze nu op een koude ondergrond legt, gaan die suikers uitharden en krijg je daar ook echt een mooie krokante kletskop. Nou, je zal ook veel meer creativiteit hebben als je de principe van de mixuur ei-bloemen. Suiker, daarna je kan een beetje alle smaak doen wat je lekker vindt. Hè? Sesam of doe maar wat, misschien parmezaanse kaas ook. Het is gewoon ideaal, aperitief of zo. Dus. Mooi gemaakt, ik hoop dat jullie thuis kunnen maken. Dan gaan we nu als laatste de dressing nog maken. We hebben daarvoor sojasaus, rode peper, limoen en citroenzest, dat is de rasp van de schil, ananassap, zwarte bonenpasta, sushiazijn, gembersiroop, sesamolie en citroen- en limoensap. Zou jij de rode peper fijn willen snijden, Philippe? Ik zal eigenlijk fijn snijden. Je hebt al een beetje een uitgebreide dressing, vind ik. Straks denk ik terug te zien op www.derecette. Dat vind ik mooi, die combinatie van verschillende de smaak, de zuur. Ja, ja, het is echt de gember en het ananassap geeft echt een zoetje in de dressing. De sushiazijn zorgt voor voor een zure smaak. De limoen en citroenrasp zijn heel aromatisch, de olie uit de schil. Ja, ja. En dan het pittige van de peper. En uiteindelijk is het echt een kwestie van goed doormengen, alles in de kom. Goed doormengen met de garen en dan kunnen we die over het gerecht sprenkelen. Mag ik de, jazeker, de finish touch? Kijk. Allee, wat on y va. Philippe, we zijn zover. We gaan het bord opmaken. Om te beginnen krijgen we onderin de gebakken asperges, de groene en de witte. Die gaan even in een kommetje. Die gaan we mengen met de gesneden sugar snaps. Mm-hmm. Daar gaat nog een handje van de taugé bij. Gewoon rauw, dat is lekker knapperig. Dit mengen we even kort door elkaar en mag dan mooi in het midden op het bord. Hier overheen gaan de aspergelinten. Die maken we aan met sushiazijn en olijfolie. Een combinatie van een vetje en een zuurtje. Heel lekker fris in deze zomerse salade. En dan op zich hoef ik geen zout te gebruiken. Hè? Nee, nee, nee. Ja, dus, zout. Ja, fris, hè? Voor ieders gezondheid. Zo min mogelijk zout, wel een beetje om wat op smaak te maken, maar voor de rest ja. Veel andere smaken, frisse smaken, ja. Een zuurtje erin, ik werk daar graag mee. Ja. We gaan de garnalen, die à la Philippe, met redelijk wat knoflook gebakken zijn, kunnen we hier mooi overheen dresseren en omheen. En als laatste, de kletskop. Een beetje doorheen. En een paar stukken gebroken. En die moet je straks ook gewoon lekker doormidden breken en samen met alle andere ingrediënten eten. De combinatie is uiteindelijk wat het maakt. Ja. Zo hebben we mooi gerechtje met hele spannende smaken. Als laatste gaat daar de dressing overheen die we gemaakt hebben. Dat vind ik belangrijk. De finish touch en de handtekening en de klets. Koekjes. Ja, op zich zeer zo wel. Voilà. Want, Sessa. Super. Misschien volgende week weer. Nou ja, heel dus, dat was lang geleden, maar ik ben blij dat ik toch hier terecht gekomen. Ik vond het ontzettend leuk. Succes met de toekomst als chef-kok en deze bijzonder beroepen. Dank je wel, Philippe. Salut. Salut. Ziet dat er niet heerlijk uit? Volgende week zijn we te gast bij chef-kok Ruud Vervegaard van de Shelter Kitchen. Tot volgende week.